Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met Egbert Lagaard, voorzitter van Open VLD. Met opiniemaker Fouad Gandoul en met politicoloog Karel De Vos. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond allemaal. Goedenavond, Egbert Lagaard. Eerste actualiteit even van de dag. Eerste vaccinatiecentrum in Antwerpen geopend, Parkspoor Oost. Maar toch wel heel pijnlijk als je ziet hoe traag het allemaal gaat. Het werd geopend, 200 mensen gevaccineerd en dan werd het weer gesloten, want er zijn geen vaccins die nu voorradig zijn om daar mensen te vaccineren. Ja, natuurlijk iedereen wil dat het sneller gaat. Hè. We zitten al een jaar gekluisterd thuis. We kunnen niet doen wat we willen doen. Mensen kunnen hun zaak niet openen. Maar we gaan ook ergens moeten aanvaarden dat op een jaar tijd zo'n vaccin maken en en masse produceren, dat is een ongeziene oefening. Dus ik vrees dat we allemaal met z'n allen nog een klein beetje geduld gaan moeten hebben tot we dat echt op grote schaal. En het heeft niks te maken met het schema. Het is niet dat er vaccins in de diepvriezer klaar liggen. Het heeft met de toelevering in Europa te maken. Dat is wat Jan Bon ook zei. Ik hou van cijfers en ik volg elke dag die cijfers die in die koelkasten, die vaccins die liggen in de diepvries. Maar daar zit geen reserve op. Hè. Dus nu zijn we volop bezig aan de tweede inspuiting van de mensen uit de woonzorgcentra, uit de zorg. En je moet die echt in reserve hebben, want als je die niet hebt, dan verlies je het effect van dat eerste vaccin. Dus men kan niet anders. Maar we hopen natuurlijk dat Europa ervoor kan zorgen dat we sneller die massavaccins krijgen, zoals dat ook in het Verenigd Koninkrijk en in Israël is. Ja, dat zijn nu de koplopers. Maar binnen Europa zitten we gewoon in de middenmoot en moeten we wachten tot in maart, april, we echt meer vaccins binnenkrijgen. Ja, goed. Karel De Vos, politicoloog aan de Gentse Universiteit. Goedenavond. Goedenavond. Schuld van Europa, ja, inderdaad. Klopt die analyse? Dat heeft er zeker mee te maken, maar ik denk dat de hele vaccinatiestrategie, als ze niet al een echt objectief probleem is, zeker een reputatieprobleem heeft. Veel mensen denken dat het gewoon niet werkt. Ik denk dat het hele vaccinatiebeleid sukkelt met een geloofwaardigheidsprobleem. Het is te traag, te log, te bureaucratisch. En dat heeft voor een stukje ook te maken met het feit dat in het begin dat effectief ook zo was. En zelfs de bevoegde minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, zei: jongens, het moet hier vooruit gaan. Hè. Niet zo'n heel superveilige strategie hanteren. En dat heeft alleen maar bevestigd wat velen denken, terecht of onterecht, dat het niet marcheert. Ja, en vandaag stond de hele, of de halve Vlaamse regering te blinken toen het centrum werd geopend. Heeft die, laten we maar zeggen, zich herpakt, zal ik het zo formuleren, die Vlaamse regering? In de bestrijding van corona, bedoelt u? Nog niet, toch in elk geval niet overtuigend. Er is een luik, crisisbestrijding, het sociaal-economische luik, het steunbeleid, die toch op alle banken applaus krijgt. Maar ik vind niet dat de Vlaamse regering erin geslaagd is om in deze coronacrisis te tonen dat zij een veel betere ploeg is die veel performanter reageert dan bijvoorbeeld de federale. Ze zijn daar allebei met de nodige problemen tegenaan gegaan, maar die Vlaamse is tot nu toe niet overtuigend veel beter dan die federale. Oké, okay. Fouad Gandoul, goedenavond. Goedenavond. Dan deze week ook een pano die ook een erg pijnlijk beeld schetste van het beleid van de Vlaamse regering. En vooral van het beleid van de verantwoordelijke minister, Wouter Beke. Ja, dat was inderdaad even slikken. Ik heb de reportage gezien. Dat was inderdaad even slikken. Vooral één bepaalde passage waarin het onderscheid tussen de inspectie van Financiën en de Raad van State een beetje wat door elkaar werd gehaald. En ook een beetje de toon waarop dat een aantal dingen werden gerelativeerd of weggedaan alsof eigenlijk hij daar geen verantwoordelijkheid in draagt. En wat mij ook een beetje stoorde was op een gegeven moment dat hij zei van ja, maar het is consensus in de regering, consensus in de regering. Het is waar dat de Vlaamse regering eigenlijk bij consensus werkt, dat is zo. Maar het is ook een beetje te gemakkelijk om je te verschuilen achter de regering. En daar, die reportage is eigenlijk heel slecht gevallen bij heel veel mensen. Nu, het viel mij ook op dat onmiddellijk, vlak na de reportage, het persbericht al klaar stond van Agentschap van Zorg en Gezondheid om een aantal dingen op zijn minst te
te betwisten, te nuanceren, te betwisten. Dus dat is zeker nog geen gedane zaak in de zin van, ja, wie heeft hier nu gelijk? Wie heeft hier nu eigenlijk de waarheid gesproken en wie niet? Of is hier sprake van manipulatie, zoals sommigen beweren, dat Pano een aantal dingen zou gemanipuleerd hebben? En anderen zeggen natuurlijk van, ja, maar nee, helemaal niet. Dit zijn de feiten en wij leggen dat bloot. Dus er is wel degelijk een geloofwaardigheidsprobleem. Maar kunnen we dat nu al, huidige stand van zaken, uitmaken? Of zullen we moeten wachten tot alles achter de rug is en dan kijken of we een reconstructie degelijk helemaal kunnen maken? Als dat ooit kan, tenminste. Het is juist dat wat in de reportage is aangebracht expliciet werd tegensproken. Anderzijds, ik geloof dat je dat zelfs ook getweet hebt, is er het verslag van het Rekenhof. Die zegt, kijk, procedureel is dat misschien wel oké, maar gelieve zeer aandachtig te zijn wat er met dat consortium, die contact tracing, gebeurt. Want er is daar eigenlijk geen concurrentie geweest. Hè. Je hebt dat moeten gunnen aan het enige consortium dat zich kandidaat stelde. En dat zijn onder andere de bevriende zuilen van de regeringspartijen. Dus je moet aandachtig zijn met wat daar gebeurt. En dat is toch een duidelijke waarschuwing of een duidelijk advies van het Rekenhof. Oké, goed. Politieke nieuws van de week dan. Dat werd gedomineerd door de problemen van de sociale onderneemster Siam El Kawakibi. Rechtbank heeft een bewindvoerder aangesteld. Het parket doet onderzoek naar valsheid in geschriften. En dan kwam er ook nog eens het nieuws dat Open VLD haar €50.000 gaf om in de politiek te starten in 2019. Vlaams parlementslid voor Open VLD, Siam El Kouakibi, tekent verzet aan tegen de beslissing van de rechtbank om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen voor haar dansproject Let's Go Urban. Omdat ik elke insinuatie krachtig kan tegenspreken. Omdat ik kan bewijzen dat er voor elke beschuldiging een volstrekt aanvaardbare verklaring is. De partijtop wil snel duidelijkheid. Zeker nu gisteren bleek dat El Kawakibi voor haar Vlaamse verkiezingscampagne in 2019 maar liefst €50.000 kreeg van de toenmalige partijtop. En dat komt hard aan bij de basis van Open VLD. Wat voor mij ook als jongere moeilijk is, is dat je al jarenlang klappen opvangt voor de partij. Dat er op je voorhoofd Open VLD staat. Dat je als zakkenvuller, postjespakker wordt beschimpt, zeg maar. Maar dat je dan ziet dat iemand eigenlijk centen heeft gekregen om dan net buiten de partij te mogen staan. Zelf dient El Kawakibi een strafklacht in wegens valsheid in geschriften, informaticafraude en hacking. Ja, professor, laten we eens beginnen bij het begin. Het gaat over verschillende dossiers. Misschien kort even uitleggen. Dossiers rond Let's Go Urban, het project van mevrouw El Kawakibi. En dan die €50.000 die Open VLD zou gegeven hebben om te starten als kandidaat in 2019. Ja. Ze is eerst met het eerste in opspraak gekomen. Tenminste, sommigen verdenken daarvan dat ze daar fraude gepleegd zou hebben. Lees, ze zou subsidies van de stad gebruikt hebben, misbruikt hebben voor een van haar vennootschappen. En naast dat ene dossier, en niet toevallig denk ik op het moment dat dat ene besproken werd, komt naar boven dat zij, toen ze voor Open VLD in het Vlaams parlement trad en kandidaat was, eigenlijk van de partij een uitzonderlijk hoge steun gekregen heeft. Als je het allemaal optelt, dan zou zij voor ongeveer €100.000 steun van de partij gekregen hebben. Niet alleen de omvang van dat bedrag is vrij groot, maar ook de manier waarop het gebeurd is. Namelijk, de partij Open VLD, niet meneer Lachaert, maar het vorige bestuur, heeft €50.000 betaald aan onder andere een vennootschap van mevrouw El Kawakibi. En dus de manier waarop dat daar verlopen is heel bizar. En hoewel daar op dit moment niets illegaals aangetoond is, kan je als je daar naar kijkt alleen maar concluderen dat dat op een of andere manier stinkt, dat dossier. Daar zit een geur aan. Meneer Lachaert, u hebt daar op dit moment gevraagd, of u hebt de statutaire commissie gevraagd om haar te schorsen. Was er echt geen andere uitweg meer? Wel, de schorsing heeft nog een andere reden, maar misschien eerst om bij het begin te beginnen. Ja, ik ben inderdaad de huidige voorzitter van Open VLD. Voor mij is het ook een beetje reconstructie geweest wat er precies gebeurd is bij de verkiezingen in 2019. Dus ik heb daar ook toch wel een dag of twee voor nodig gehad om eens met iedereen te praten en uiteindelijk ook met Siham zelf. Lag dat dan niet klaar? Had de vorige voorzitter bij wijze van spreken dat dossier en alle andere dossiers niet klaargelegd?
Nee, zo werkt dat niet op die manier. Wat ik wel kon zien, is dat er twee facturen op de partij waren, te belopen van 53.000 euro, wat een engagement was van mijn voorganger naar Siham El-Kouakibi voor het inderdaad campagne. Voor alle duidelijkheid, dat gaat niet om geld dat aan haar gegeven is. Het gaat om een budget dat daar ter beschikking is gesteld en waar men facturen kon voor inleveren. En er zijn twee facturen die ik kon terugvinden, één van 20.000, één van 33.000. Daar is mijn oefening, mijn onderzoek mee begonnen. Natuurlijk, dan moet ik weten, wat zit er achter die facturen? Welke prestaties zijn er precies geleverd? En klopt dat dan met de verkiezingsaangiftes die gebeurd zijn? Dus daar heb ik mij al moeten in verdiepen, maar dat is al een werk op zichzelf. En de professor zei, het stinkt. Wel, ik zal hem duiden om hem te tonen dat het voor mij nu wel klaar en duidelijk is hoe het in elkaar zit. Je hebt van die facturen 20.000 euro. Dat is eigenlijk grotendeels individuele campagneuitgaven van Siham. Die zijn ook aangegeven, volgens het onderzoek wat ik kon zien en ook bevestigd door iedereen die dat ingediend heeft, dat deel staat in haar individuele uitgaven voor het grootste deel. Een stukje valt buiten de sperperiode, laat men buiten beschouwing. Dan heb je een tweede factuur van 33.000 euro. En dat gaat over een persoonlijke medewerker die aangesteld is. En er is een redenering die gemaakt is. Ik kan maar concluderen. Ik heb iedereen gevraagd die er toen mee bezig was. Er is een redenering gemaakt dat dat niet aangifteplichtig is, omdat medewerkers niet aangifteplichtig zouden zijn. Dat is de redenering die men gemaakt heeft. Wat is voor mij nog een derde element? Want dan moeten we wel zien dat we de zaken niet door elkaar gooien. De steun is 53.000 euro. Er is nog een ander deel, derde, 50.000 euro, prestaties aan allerlei kandidaten op de campagne door een reclamebureau dat een link heeft met Siham, maar dat is geen steun geweest voor haar in de campagne. Dus het engagement van mijn voorganger dat ik kan terugvinden, is die 53.000 euro. Dus tot daar ben ik in mijn onderzoek ook geraakt. En ik heb dan gisteren een perstekst uitgestuurd om daar ook klaarheid over te geven. Ja, 50.000 euro voor een kandidaat dus. Daar komt het op neer. Is dat normaal? Wel, ja. Het maximumbedrag voor de betrokkenen, dat hangt af van de kieskring, de plaats op de lijst, was ongeveer 55.000. Dus daar is ze ondergebleven. Dus in die zin is daar eigenlijk geen overtreding. Maar wat zie je? Om te beginnen is dit allemaal vrij mistig en warrig. Terwijl we met twee heel kostbare dingen werken. Aan de ene kant belastingsgeld. Want partijen worden in overgrote mate door de publieke financiën gefinancierd. Dus we werken met belastingsgeld. En het zijn verkiezingen. Moet je ook heel zorgzaam, heel delicaat mee omgaan. Als je die twee combineert, geld en verkiezingen, dan moet je uitermate transparant en voorzichtig werken. Wat is hier door uw voorganger niet gebeurd, dat is transparant gewerkt. Men heeft daar eigenaardige constructies opgezet die helemaal niet hoeven. Zo is bijvoorbeeld mij onduidelijk waarvoor die medewerker ten bedrage van 33.000 euro precies heeft gediend. Dat is niet genoteerd als een verkiezingsuitgave, dat begrijp ik, maar dat wil dus zeggen dat die betrokkenen die net in die periode van die campagne aan de slag was en daarna niet meer, lees ik vandaag in de morgen, dat die betrokken dus een hele tijd tegen die campagne aan gewerkt heeft en daarna gestopt, maar dat is geen werk dat gedaan wordt in het kader van de campagne. Ik vind dat eigenaardig. Ik begrijp ook niet goed waarom Open VLD 33.000 euro moet geven aan een kandidaat, terwijl die medewerker die daarmee betaald wordt, niet ingezet mag worden voor de campagne. Dat begrijp ik niet goed. Nee, maar ik kan ook maar reconstrueren wat men mij gezegd heeft. Hè. Dus wat ik hoor van degenen die daarbij betrokken waren, is er is een medewerker aangenomen. En inderdaad, die heeft natuurlijk administratief werk gedaan, begeleidingswerk naar campagne. Dat hoor ik van alle betrokken partijen. Maar er is blijkbaar in de wetgeving wel een regel die gaat bijvoorbeeld over medewerkers van de partij zelf, medewerkers van parlementsleden zelf. En men heeft een soort analogie getrokken dat een medewerker die diezelfde taken verricht niet aangifteplichtig is. Ik heb ook het artikel in de Morgen gezien vandaag dat er wordt gezegd dat is toch interpretatie voor interpretatie vatbaar. Professor Mandes, die gespecialiseerd is in verkiezingsuitgaven, stelt zich daar toch wel vragen bij. Ik hoor dat daar een interpretatiekwestie is, maar ik kan u maar zeggen wat ik als onderzoek gevonden heb. Maar in het verhaal en de interpretatie die gemaakt is. U zit hier als aanspreekpunt. U bent nu de CEO van de firma, bij wijze van spreken, maar het is niet onder uw wacht gebeurd, dus we moeten ons helaas tot u richten. Er is inderdaad een discussie, want men zegt, wij interpreteren dat als iemand die op een niet verplicht zijn om aan te geven in de verkiezingsuitgaven. Maar als je eigenlijk de reglementering op de partijuitgaven bekijkt, dan moet dat eigenlijk wel. Ik bedoel, een eigenaar bijvoorbeeld van een bouwfirma die zijn eigen personeel inzet, mag dat ook niet aangeven op voorwaarde dat dat vrijwilligerswerk is buiten de kantooruren. Ja. Dus als die medewerker tijdens de kantooruren professioneel ingezet geweest is,
dan moest die aangegeven zijn. Nu, het zal niet veel uitmaken, want dat is toch verjaard. Als ik de wet goed ken, 200 dagen na de verkiezingen, kan de procureur niet meer tussenkomen. Dus het gaat niet over een juridische zaak of wat dan ook. Nee, het gaat over transparantie en ethiek. Ja. En hoe kijkt u er dan naar? Nee, dan doen. Heel die zaak is eigenlijk, wordt eigenlijk heel, heel gemakkelijk gelinkt aan de zaak Let's Go Urban, waar die verdacht wordt van malversaties en onfrisse financiële praktijken. Nochtans zijn dat twee aparte dossiers. Ja, het is maar de professor zei niet toevallig dat het ene nieuws bekend raakt terwijl het andere nieuws ook nog bezig is. Ja, dus er is wel degelijk ergens een link. Er is in de schoot van de partij van meneer Lachaert is daar iemand die weet had van dat soort informatie en waarschijnlijk ook wel gedacht zal hebben van goh, nu is misschien het moment om een aantal rekeningen te verheffen die uit het verleden en nog bestaan of in de schuif zitten. En goed, Siham is natuurlijk de persoon die ze is. Een wit konijn. En zoals dat in andere partijen ook gaat. Hè, dus het verhaal van de financiering van de campagne van een wit konijn, bij zo'n spreken. Dat is niet eigen aan de Open VLD. Dat is eigen aan heel het politiek spectrum. Maar wat zegt u nu over de partij Open VLD? Als u dat zegt, schuif erop, oude rekening. Dat er een probleem is. Ik heb eigenlijk vooral te doen met meneer Lachaert. Want hij krijgt nu eigenlijk heel Twitter over zich heen, en niet alleen Twitter, maar heel België, heel Vlaanderen over zich heen, om te zeggen, oh, kijk een keer, die partij van Sjoemelaars, Karel Pinksten en nu dit. Dus daar worden linken gelegd wat eigenlijk niet hoeft op zich, want andere partijen doen exact hetzelfde. Alleen is het heel problematisch voor de partij. Het imago van Siham is volledig naar de haaien. Dus wat dat betreft. En dat spat nu eigenlijk op de partij. Dus er is een besmettingsgevaar, is eigenlijk al zover. De partij is al besmet door het verhaal. En dan krijg je nu dit soort discussies waar we facturen moeten naar boven gaan halen. Maar we vragen niet dezelfde van andere partijen. En dat vind ik een beetje een eigenaardige en vreemde twist. Want alleen de Open VLD krijgt nu de vraag van, allemaal, lach niet keer eens uit, hoe heb jij dat allemaal betaald? En uw jongere voorzitter die maakt het heel plastisch en die zegt van, ja, als je bij de VLD gaat, dan staat er op je voorhoofd zakkenvuller, posjespakker. Dat is het beeld dat nu van Open VLD bestaat. Ja, maar ik vind het altijd jammer als dat soort woorden worden gebruikt, want dat is toch totaal niet de realiteit in een partij. Dat is het beeld dat nu naar boven komt en waar u gedwongen wordt om tegen te vechten. Ja, maar goed, waar ik wil op aansluiten, ik vind ook dat een partij daar transparantie moet over bieden. Dat heb ik als voorzitter zo goed mogelijk gedaan met het onderzoek wat ik gedaan heb. Natuurlijk, de methode, daar kan je over discussiëren hoe dat precies gebeurd is. Ik begrijp de drijfveren waarom men die inspanning gedaan heeft voor een kandidaat die een bijzonder een kenmerk had, toch een bepaald talent dat een meerwaarde kon zijn. Zou u het als voorzitter niet gedaan hebben? Maar ik ga niet het proces terug van het verleden gaan maken. Ik wil er transparantie rond bieden. Ik wil kijken vooruit. De mensen hebben mij vorig jaar verkozen om voorzitter te zijn van de Open VLD. Ik weet wat ik ga doen om naar 2024 interne talenten te begeleiden. Te zoeken naar extra mensen die geïnteresseerd zijn en geëngageerd in het liberalisme. En die gaan we op een positieve manier bij onze partij betrekken. En wat Fort zegt is ook wel juist. Men heeft nu de storm losgelaten op onze partij omwille van het dossier van Let's Go Urban. Maar laat ons wel eerlijk zijn. Er zijn tal van partijen die transfers gedaan hebben in het landschap van de politiek. Onderling. Witte konijnen die overal zitten. En hier is het enige dossier wat dat men gaat zoeken. Zegt u nu bij elke partij dit soort dingen boven te halen valt? De stilte van andere partijen over het dossier is toch merkwaardig. En de selectieve verontwaardiging toch eigenlijk ook wat. Als men mijn voorganger verwijt €50.000 aan steunbudget te geven aan een nieuwe kandidaat waarvan zij dacht dat is iets extra. Ja, dan moeten we eens zien wat iemand als Tom van Grieken op de laatste 3 maanden uitgegeven heeft op sociale media. Is een 3 of 4 viervoud daarvan. En ook met belastinggeld. En dan durft hij een filmpje maken dat een liberale politica een zakkenvuller zou zijn. Allee, ik denk eerlijk gezegd dat men toch wel wat intellectueel eerlijker moet zijn. Ik denk dat we wat werk hebben naar de politiek, naar transparantie, dat deze week, ik wil het toegeven, de politiek in het algemeen weer een belabberd figuur geslagen heeft tot en met. Wij als partij, wij gaan daar lessen uittrekken, maar iedereen moet wel eens voor zijn eigen deur vegen. Klopt dat? Dat alle partijen een merk zouden kunnen kopen, hebben gekocht. Dries van Langenhoven bij Vlaams Belang, Siham El Kawakibi bij Open VLD. Er is een praktijk in de politiek als je iemand in de politiek binnenhaalt,
dat je die vaak een verkiesbare plaats geeft. Dat je ook de campagne van die kandidaat betaalt, dat is dan hier 50.000 euro. Dat er misschien nog afspraken zijn dat mocht je niet verkozen raken, dan vinden we ergens een plek in ons systeem. Dat soort van dingen zijn eerder gebruikelijk. Dus het is niet dat specifieke luik waar men nu zo druk over doet. Er is natuurlijk nog iets bijkomstig hier in dit dossier wat een beetje anders is dan anders en die ervoor zorgt dat de blik daarop gericht is. Ik vind het zeer goed dat we daarover praten. Niet vooral omwille van die casus op zichzelf, maar om het open te trekken zoals u daarnet heeft gedaan. Ik vind niet dat je kunt zeggen, ach, iemand anders geeft 100.000 euro uit voor campagne op sociale media, dus laten we dit helemaal wegrelativeren. Maar laat ons dit voorval gebruiken om eens grondig te discussiëren. En we zijn oude rotten in het vak, ja. Van jij en ik. We hebben dat al 100.000 keer zien passeren. Maar laten we dat nu eens gebruiken. Laten we die discussie zo meteen voeren. Absoluut. Maar is de schade voor de Open VLD groot? Ja, die is toch niet klein. Die is niet klein. Maar ik denk dat de Open VLD, meneer Lachart, een bijzondere kans geeft om die schade weg te werken. Allee, de jongere voorzitter, ja, die gewoon absoluut. Over haar eigen beweging zegt maar, van ja. Als je daar militeert, ja. Dan staat er... Ja. Maar dat is vandaag, op je voorhoofd. Onmiskenbaar. Ja. Als de partij haar historische voortrekkersrol in zaken politieke vernieuwing opneemt en u bent nu bij wijze van spreken enorm gemandateerd naar wat gebeurd is om dat te doen, en als u politieke vernieuwing, waaronder partijfinanciering, nadrukkelijk op de agenda zet en uw eigen partij daar schoon schip mee maakt, dan weet ik niet of die schade zo permanent is. Ja, en de schade voor mevrouw El Kawakibi, onherstelbaar? Ik denk niet dat zij hier nog ongeschonden... Vooral duidelijkheid, het is de rechter die beslist of dat iemand schuldig is of niet. Ja. Dus dat is het ene, maar je hebt ook het politieke natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk ook de maatschappij. En er is de hetze van een hele week, eigenlijk twee weken, waarin haar organisatie, haar integriteit compleet in vraag werd gesteld, en publiek. Ja, dat gaat sporen nalaten. Maar denkt u dat ze harder is aangepakt omwille van haar migratieachtergrond? Nee. 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 Ik zou misschien toch willen inpikken op het voetbal. Maar wat Karl dan echt zegt, dit is een opportuniteit voor de hele politiek. En inderdaad, ik ben nu voorzitter sinds 8 maanden. Dit is iets wat wij moeten in handen pakken. Hè. Dus dat de partij hier schade leidt, dat is onmiskenbaar zo. Maar dit is een opportuniteit om eigenlijk een blad om te slaan en een aantal nieuwe richtingen in te gaan. En wat wij eigenlijk de komende maanden gaan doen, en ik was dat al van plan voor die hele affaire nu eigenlijk losbarstte, wij gaan eigenlijk een talentenstructuur op poten zetten. Hè. Wat partijen verkeerd doen, in de verkiezingsjaar gaan ze op zoek naar kandidaten. Veel te laat, moet iedereen gaan vragen, moet mensen overtuigen, allerlei argumenten bovenhalen om dat te doen. We hebben nu een periode van 3,5 jaar zonder verkiezingen. Want nu moet een partij zoals de onze nu beginnen aan talent scouting. Kijken wie zijn de mensen die liberale ideeën hebben, engagement, en die bij ons betrekken, die ook opleiden. Weten als ze in de politiek stappen wat dat juist betekent. Hoe dat je met de media omgaat, hoe die ideologie in elkaar zit. Dat is wat wij moeten doen. En het tweede, wij moeten inderdaad terug die voortrekkers zijn op politieke vernieuwing. En samen met de MR, ik weet dat de MR in Franstalig België dat gaat doen, maar wij gaan dat in Vlaanderen doen. Een keer dat corona voorbij is, willen wij eigenlijk een grote bevraging van de bevolking over de toekomst van ons land, over de toekomst van het liberalisme. En daar zal je geen lid moeten zijn van onze partij om naar die activiteiten te komen. Je moet de deur openzetten, niet alleen voor leden. Wij moeten een liberaal-democratische partij zijn voor iedereen met engagement voor het liberalisme. Ik zal het gewoon vragen, verdwijnt het label zakkenvuller daarmee van het hoofd van iemand die zich engageert bij Jong VLD met deze ideeën? Ik weet dat binnen de LVSV, bijvoorbeeld de Liberale Vlaamse Studentenverbond, dat die aversie voor de ancien, of politieke ancien, dus de oude politieke, oude politieke cultuur, heel groot is. Er is een gigantisch groot talent, grote pool van talent wat daar zit, wat de partij zou kunnen gebruiken om die vernieuwing van onderuit te kweken. Gaat je daar vandaag op morgen de geloofwaardigheid van de politiek mee herstellen? Ik denk het niet. Waarom niet? Omdat dat een proces is van erosie. Dus dat is een hele lange periode geweest waarin de partijen eigenlijk schuld aan zichzelf, dus de eigen schuld hebben aan de erosie van de geloofwaardigheid van de politiek. Dit is iets wat je niet vandaag op morgen gaat herstellen. Maar ik treed meneer Egbert Lachart absoluut bij. Je moet ergens beginnen en het voorstel wat hij nu doet in zijn partij vind ik een goed voorstel. Ik weet van andere partijen
Met onder meer CD&V, dat ze ook heel zwaar willen investeren in de basiswerking en terug die voeling willen krijgen met ja, zal ik zeggen, de common people, om te zien van wat leeft daar nu eigenlijk en hoe krijgen we die stemmen terug in de partij en hoe kunnen we dat vertalen naar beleid. Dus ik vind dat een heel goed voorstel en een zeer moedig voorstel. Oké, want wat Open VLD schoorvoeten deze week stapje per stapje heeft moeten bekendmaken, legt misschien wel een fundamenteel probleem bloot in de wetstraat. De wisselwerking tussen politieke partijen en de parlementsleden is bijvoorbeeld niet altijd even makkelijk, maar het zwaartepunt, dat is wel duidelijk, dat ligt volledig bij de partijhoofdkwartieren. Gemiddeld is het zo dat de partij 85% van de verkiezingsuitgaven van individuele kandidaten financiert. De goede politicus begon achter de afwas op een eetfestijn. En het is natuurlijk zo, heel veel mensen in mijn organisatie, Jong VLD, die zijn zo begonnen. En die hebben die steun die nu gegeven is aan een nieuw kopstuk niet gekregen. Er is nagedacht worden in onze maatschappij. Waar ligt het probleem money, money, money en de politieke wereld? We zijn hier al een paar maanden, jaren bezig om politieke vernieuwing, maar de feiten stapelen zich op. Dit gaat uiteindelijk over de geloofwaardigheid van onze democratie. En in een geloofwaardige democratie is er geen plaats voor mensen wie bewezen is dat ze enkel bezig zijn met zelfbediening. Ja, professor, u geeft les aan studenten die geïnteresseerd zijn in politiek. De meeste toch. Ja, maar merkt u dat bijvoorbeeld wat er deze week gebeurd is, merkt u daar het effect van op uw studenten? Nee, maar ik heb ze nog niet gezien eigenlijk. Het was de collega die het gedaan heeft vorige week. Maar wat ik al langer vastgesteld heb, is dat er wel interesse is in politiek, maar een wat ongezonde, lichte afkeer ten aanzien van de traditionele politieke partijen, of de politieke partijen in het algemeen, maar in het bijzonder de traditionele politieke partijen. En daar moet iets aan gedaan worden. Ik denk dat de drie klassieke, met uitbreiding nog andere partijen, dreigen instrumenten van het verleden te worden en de toekomst dus te missen. Als de extreme partijen hebben wel of lokken wel meer interesse uit? Nee, niet van mijn studenten, maar daar zit een zeker aantrekkingskracht bij een grote deel van de bevolking, omdat die natuurlijk heel radicaal, heel simpele dingen brengen die toch ervoor zorgen dat die klassieke partijen in vraag gesteld worden. Maar het engagement van studenten? Het engagement is er wel, maar vele studenten proberen te vermijden dat ze dat langs geen politieke partijen moeten tot stand brengen. En in die zin vind ik het heel interessant wanneer Egbert Lachert net zei dat u samen met uw MR-collega van plan bent om die oefening te starten. Maar ik denk dat het eindelijk nu ook eens moet gaan. En ik heb deze middag nog het regeerakkoord van de regering De Croo nagelezen. En daar staat het expliciet als doelstelling in. Het moet ook gaan over democratische politieke vernieuwing. Ja. Dat wil zeggen, de werking van onze particratie, de macht van partijen, het geld van partijen, de manier waarop onze verkiezingen, de recrutering van personeel verloopt, de almacht van de kabinetten, de herwaardering van het parlement. Daar moet nu echt eens iets aan gebeuren. Ik bedoel, dat wordt nu al zo lang geproclameerd. Wij hebben die analyse 11 miljardig keer al geschreven. Allee, als het nu niet gebeurt. Ja. U zit hevig, ja, te schuld. Ik laat u zo meteen reageren. Als het nu niet gebeurt, ik sluit aan. Als het nu niet gebeurt, dan nooit niet. Hè. Maar wat juist? Geef de concrete aanleiding. Waar moet het dan beginnen? Dit gaat bijvoorbeeld nu over partijfinanciering. Ja, Worden de partijen te veel betaald? Ja, laat ik een voorstel doen van aanpak. Tot 1989 was het zo dat de partijen voornamelijk hoofdzakelijk leefden van giften en lidgeld. En een klein beetje giften ook van bedrijven, hè? Ja. Giften, lidgeld en een klein beetje van overheidssubsidies. Dat is gekanteld vanaf de jaren 90 naar aanleiding van de zaak de Milieuboxen en Augusta. Want ze zeggen van oké, een verbod op giften van bedrijven. Giften zijn toegestaan van de privépersonen, maar met een beperking. En lidgeld, maar we gaan nu eigenlijk vooral voorzien van een partij. Dotatie. Vanaf de jaren 90 tot 2014, zesde staatshervorming, hebben eigenlijk de partijen zichzelf constant meer geld toegekend. Op een gegeven moment word jij een subsidiejunkie. De partijen zijn vandaag zijn partijen subsidiejunkies. Dat wil zeggen dat die eigenlijk voornamelijk leven van die partijdotatie. En dan krijg je natuurlijk ook de heel rare situatie waarin je, als je in het parlement zit, krijg je geld. Maar als je niet in het parlement zit, krijg je geen geld. Dus als je onder de kiesdrempel valt, ja, dan valt je eigenlijk op droog zaad. Dus het voorstel is het volgende.
Laat de partijen een partijdotatie behouden, een soort basisfinanciering, maar geef hen ook een incentive om terug de voeling met de maatschappij, om die binding met de samenleving in de vorm van lidmaatschap, terug partijen met leden, dat we dat zouden terug kunnen krijgen, waardoor je die basisdemocratie terug van onder krijgt. En dan gaat je zien dat die kloof met de samenleving gaat dichten. Maar een lagere dotatie. Wacht even. Dus een lagere dotatie en voor elke lid dat jij bijmaakt, krijg je een euro partijdotatie bij. Dus dat is het Duits systeem. Basisfinanciering. En voor elke, vanaf dat moment, vanaf die grens, voor elke lid dat jij extra hebt, hè, van als organisatie, krijg jij extra partijdotatie. Waardoor jij de incentive hebt als organisatie om te gaan naar een brede partij. Want nu bent u een subsidiejunkie. Ja, maar dat is... Ja, eigenlijk, dat is de analyse. Als liberaal kan ik dat ergens volgen, omdat subsidies maken een beetje lui. Hè? Laat het ons eerlijk gezegd ook wel zijn. Nu, de reden heeft Fouad ook juist geschetst. Dat is omwille van de schandalen die er in de jaren 80, begin de jaren 90 geweest zijn. Ja, maar is de slinger privé, niet te veel doorgeschoten? Ik denk dat de slinger inderdaad doorgeschoten is, dat je nu alleen met publieke financiering zit, leden bijdragen. Dat is eerlijk gezegd, ja, oké, dat brengt iets bij in de financiering, maar dat is het niet. Het gaat hem om je zetels die je hebt in het parlement, die voornamelijk bepalen of dat je geld hebt of niet. En dan zit er eigenlijk nog absurditeiten in, dat als je op den duur een zodanig grote partij wordt, dat je niet meer weet wat je met je geld moet doen en dat sommige partijen in immobiliën investeren omdat ze het niet meer weten. Maar het laat ook toe dat je mensen bijna koopt in de politiek, omdat partijen hebben nu eenmaal dat geld zat. Ik bedoel, nogmaals, de casus van daarnet, het is een budget dat ter beschikking gesteld was. Je kunt daarvoor of tegen zijn, maar kopen, dat kan nooit. Allee, bedoel, je moet mensen engageren omwille van een engagement. En we zijn inderdaad als politiek wel wat lui met het subsidiesysteem. Dus ik kan wel iets zien in wat hier gezegd wordt. Maar er zijn nog andere dingen. Hè. En ik denk, professor De Vos heeft gelijk. Als je het nu niet doet, weet ik ook niet juist meer wanneer. Je zit nu in een constellatie met Vivaldi, waar daar in de regeringsonderhandelingen, die zijn op een paar weken afgerond. Die tijd was te kort. Maar bijvoorbeeld iemand als Christophe Calvo, die wou daar heel ver in gaan. Die wil eigenlijk in het parlement meetrekken aan een groep met Vivaldisten om daar veranderingen te brengen. En dan moeten we eindelijk eens toch hopelijk kunnen realiseren dingen zoals die lijststem. Ja, alleen kunnen we daar nu eindelijk eens mee stoppen? Want dat is nu eindelijk toch het summum van de particratie. Want daar bepaalt een partij wie achteraf in het parlement zal komen. In de gemeenteraadsverkiezingen, het lokaal niveau, hebben mensen veel meer vertrouwen in het bestuur. Maar je verkiest ook gewoon wie dat er in uw gemeenteraad zal zitten. En een nationale lijst totaal niet. Dus laat ons alstublieft daar toch al eens mee beginnen. Daar wordt nu al ook 10, 20 jaar over gesproken. Meneer De Vos, goed idee? Ja, terug een beetje leden herwaarderen? Ja. Ja, de partijen zijn geïmmigreerd uit de samenleving naar de staat. Het zijn staatsapparaten geworden. Ik denk dat we de partijen moeten terugduwen naar de samenleving. Nu, partijfinanciering is een onderdeel. Er moet meer gebeuren, maar die is exuberant. Ik denk dat de Vlaamse partijen, als ik het goed heb, ongeveer samen 65 miljoen... 73 miljoen. 73 miljoen, et voilà, waarvan dik 30 bij alleen N-VA. Op den duur weet men niet goed meer wat daarmee te doen. Als je dan zou denken dat dat geld allemaal gebruikt wordt om mensen op te leiden, om academieën, om studiediensten te voeden van 's morgens tot 's avonds. Nee, in de praktijk gebeurt dat niet. Dus ik denk er moet minder partijfinanciering zijn en men moet de partijen verplichten om het geld op een bepaalde manier te gebruiken. Ja. Daarnaast zijn er nog andere dingen, want het gaat niet alleen om het geld afnemen van de partijen, maar dat zijn ook belangrijke instrumenten in onze democratie. De lijst, eigenlijk het bevrijden, een stuk bevrijden van de kandidaten, van de politici, van de partijtucht. Deze week nog kwam in het nieuws dat het zwijgakkoord in het Vlaams parlement, die eigenlijk allemaal onder de knoet gooit, maar dat is maar een onderdeel van het geheel, kunnen we er niet voor zorgen dat eigenlijk de partijtop veel minder macht heeft bij het rangschikken van de kandidaten op een lijst. Want die volgorde, de manier waarop kandidaten liever aan de kiezer wordt gepresenteerd, bepaalt in zeer grote mate wie er nadien verkozen wordt. Als je dat onder controle hebt als partijbaas, ja, dan heb je je partij onder controle. Dus dat is ook iets waar we kunnen aan werken. En we moeten zo een realistisch aantal werven definiëren waarop deze regering hervormingsvoorstellen moet doen. Het zal niet allemaal in één keer gebeuren. We spreken over een cultuur van 10, 20, 30, 40 jaar. In één legislatuur lossen dat niet op, maar laat ons een hervormingstraject uitschrijven. Okay. En bent u bereid om die macht, want dat is macht die partijvoorzitters hebben, om die af te staan? Nou, ik vind dat die macht altijd mythische proporties heeft. Want ik heb die, eerlijk gezegd, de voorzitter mag hier komen zitten als er problemen zijn. Maar om dingen te beslissen moet je toch met je fracties rekening houden. Maar bijvoorbeeld de volgorde op de lijst, daar heeft een partij een
stevige vinger in de pap. Ja, dat is het punt dat we daarnet maken. Hè. Dus als je dat minder belangrijk maakt, dan zijn we toch echt wel een grote stap vooruit in het verminderen van macht van partijen op wie in het parlement terechtkomt. Maar ik denk dat er toch nog een ander punt is. Het ligt niet alleen bij de politiek, ook een beetje bij de media. Als een parlementslid van mijn partij afwijkend stemt, ik heb dat nu eens meegemaakt vorig jaar, dan staan alle camera's aan mijn deur om te zeggen: jij hebt uw zaak niet onder controle. Hè? Want er zijn daar parlementsleden die anders stemmen dan de partijtucht. Dan moeten we ook een beetje anders naar die mandatarissen toch kijken, ja, dat er iets meer vrijheid komt. Maar het zit niet in onze cultuur. Hè? Dus iedereen zal daar dan toch wel een beetje anders moeten naar, ja, kijken. Want nu stel ik alleen maar vast dat de pers allemaal aan mijn deur staat als iemand durft iets anders zeggen, ja, dan ik of een partijgenoot. Dus... Want dat was een van de kenmerken van mevrouw El Kawakibi, namelijk dat ze in dat parlement wel eens durfde afwijken van, ja, die partijtucht en die partijdiscipline. Ja, op zich is dat niet ongewoon voor een nieuweling. Hè? Ik bedoel, zij komt uit het niets in één keer in het parlement. Weliswaar voor een partij die de cultuur heeft van de openheid en de open debatcultuur. En dan op een gegeven moment komt je natuurlijk, ja, in een coalitie terecht. En zijn er afspraken gemaakt in die coalitie. En je weet, het Vlaams parlement is natuurlijk het Vlaams parlement. Het functioneert anders dan het federaal parlement. Goed, daar heeft ze dan op een gegeven moment Cavalier Seul gespeeld. Dat is haar niet in dank afgenomen door de fractie waar zij deel van uitmaakt. Dat is toch een element van die partij, dat is absoluut te betreuren. Maar goed, dat is nu eigen aan de particratie, jammer genoeg. En dat is een politieke cultuur die wij op een of andere manier stilgezaan achter ons moeten gaan laten. En dus, maar daarvoor heb je nieuw bloed nodig, heb je vers bloed nodig. Maar ook moet er iets... Het is niet alleen de kieswet die gewijzigd moet worden, maar de politieke cultuur as such. En je kunt dat alleen maar doen, en ik herhaal dat, je kunt dat alleen maar doen als de partijen terug de binding zoeken met de burger zelf. Elk naar zijn eigen achterban, zal ik maar zeggen. Dus die liberalen zoeken dan de liberalen in Vlaanderen. Die zijn gekleurd en niet gekleurd. Je hebt van alles rondlopen. Maar die binding met de kiezer zelf en die kloof dichten, dat is denk ik fundamenteel belangrijk om die vrijheid op dit moment. Dat heet nu beweging worden. Ja, maar iedereen wil nu beweging worden. Ja, dat is nog iets strikker. Een modewoord. Ja. Want het is natuurlijk een modewoord. Lost dat het probleem op, beweging worden? Nee. Maar als het alleen maar voor de naam en de show is om een vorm van dichter bij de burger en dynamisme en openheid te suggereren, niet nee, natuurlijk. Nee, absoluut niet. Nee. Want zou u zich bijvoorbeeld nog engageren in een politieke partij? Stel dat men u de vraag stelt. Ik heb die vraag al gekregen. Nee, het antwoord is op dit ogenblik zou ik dat niet doen. Waarom niet? U kent het milieu zeer goed, u weet hoe het functioneert. Ja, maar ik denk dat je niet per se... Kijk, mijn visie op dat vlak is, je hoeft niet per se in de politiek te zijn om politiek relevant te worden. Dus je kunt perfect vanuit het middenveld, het rijke middenveld in Vlaanderen, kun je nog altijd een rol van betekenis spelen. Dus de miskenning eigenlijk van het belang van dat middenveld is jammer genoeg een drama van de afgelopen 20 jaar. En dat moet eigenlijk ook een beetje in eer hersteld worden. Maar dus mensen staan niet te springen om, zelfs al zijn ze talenten, om meteen zich te engageren in een partij, meneer Lachaert? Nee, dat is zo. Maar je kan hen wel enthousiasmeren. Ook met gesprekken te voeren, met mensen uit te leggen waar het om gaat, wat je wil bereiken, en hen mee te nemen in een verhaal. Wat dat, ik denk dat belangrijk zou zijn om een andere cultuur te krijgen, is een andere vorm van leiderschap. Wat wij heel hard gewoon zijn, is een heel autoritair leiderschap in al die partijen. Waar wij volgens mij naartoe moeten gaan als liberalen, is meer participatief leiderschap. Leiderschap dat bruggen kan bouwen. Dat doet Alexander De Croo elke dag met een coalitie met verschillende ideologieën. En ook in onze partij, wat wij nu moeten doen om die partij 2.0 te zijn, dat is eigenlijk bottom-up veel meer ideeën laten groeien. Ook door mensen die misschien vandaag nog geen lid zijn van onze partij. Maar als we die oefening doen om op straat te gaan, naar de regio's, naar steden, naar gemeenten, naar dorpen, om ons verhaal te vertellen en mensen mee te laten schrijven aan de toekomst van onze partij, dat participatief leiderschap, dat is de toekomst. Ja. De samenleving is niet meer autoritair. Je kan vandaag ook geen bedrijf meer leiden als baas die zegt tegen je personeel wat dat je moet doen. Als je niet luistert naar het personeel, gaat je bedrijf niet vooruit. En zo moet de politiek, denk ik, in leiderschap echt ook veranderen. Meneer De Vos, u zei het daarnet, we draaien al een tijdje mee. Dit soort dingen heb ik al vaker gehoord, met alle respect voor wie ze uit. Dat is toch al een tijdje geleden. Ik deel uzelfde respect, meneer De Vader. Ja. Maar
Maar elke keer opnieuw vol goede moed en enthousiasme wachten tot het misschien deze keer wel allemaal gebeurt. De zoektocht van partijen om zichzelf heruit te vinden is natuurlijk eeuwigdurend. Hè. Ook in de jaren 70, 80 hebben partijen nagedacht over hoe kunnen we onszelf verbeteren, mensen beter betrekken, uitbreken naar andere delen van de bevolking enzovoort. Dus dat is een universele betrachting. En ik begrijp dat ook dat men zichzelf opnieuw moet uitvinden en af en toe van naam veranderen. Dat hoort nu eenmaal bij. Maar wat mij veel meer interesseert, is dat die instituties die partijen gecreëerd hebben, zeg maar de instelling van de particratie, zeer duurzaam zijn en maar niet veranderen. Hoeveel vernieuwers er ook gepasseerd zijn. En daar zit ik eerlijk gezegd meer op te wachten dan op de zoveelste herbronningsoefening van een partij. Maar dat is eigenlijk de ijzeren wet van de oligarchieën. Dus een overal waar macht tevoorschijn komt, krijg je een tendens dat die macht zich gaat concentreren in de handen van enkelingen, afhankelijk van klassen of status, maakt niet uit. Maar het is altijd die tendens zit erin. Dat is inherent aan het systeem. Het is heel verdomd moeilijk, om daar weerstand tegenaan te bieden. En te zeggen van we gaan dat niet doen. We gaan toch. Ik geef een concreet ander voorbeeld. In de regeringsonderhandelingen, federale regering, heb jij een van de partners die de mogelijkheid had om te kiezen tussen of het verhogen van de pensioenen of voor de automatische toekenning van sociale rechten te gaan. De automatische toekenning van sociale rechten is natuurlijk iets zeer breed wat een hele grote groep van mensen in Vlaanderen zou vooruit hebben geholpen. Toch heeft men gekozen voor bijvoorbeeld dat verhaal, omdat er niemand van onderuit, niemand van in die basis van die partij tegen die voorzitter zou hebben gezegd van jong, wat zijn jullie bezig daar? We hebben eigenlijk... Er is armoede in Vlaanderen, er zijn problemen in Vlaanderen, mensen hebben het moeilijk. Geef die mensen automatisch hun sociale rechten, in plaats van te focussen op een symbooldossier, in verhouding tot dat probleem is dat een symbooldossier, en te zeggen van oké, we gaan naar een verhoging van het minimumpensioen. Oké, dat is ook belangrijk, maar je moet een beetje wat afwegen. En in die partij, ik ga de partij niet benaam noemen, maar in die partij was dat blijkbaar geen enkele tegenwerking. En die voorzitter heeft daar gewoon solo slim gezegd: nee, ik kies daarvoor. Waarom? Omdat ik daar politiek mee kan scoren. Het engagement van mensen in politieke partijen, bent u daar nog optimistisch over? Eigenlijk wel, ja. En ik moet zeggen dat ik ook het beeld bestrijd dat politici wereldvreemde kwezels zijn die eigenlijk geen flow benullen van wat er leeft in de samenleving of geen relaties hebben met groepen of organisaties. Dat is namelijk niet zo. De meeste politici die ik ken, die zijn in een of andere segment of groep ingeworteld en die voelen dat wel. Die krijgen ook op hun eigen sociale media allerlei dingen binnen. Ik denk niet dat zozeer daar het probleem zit. Ik denk dat vaak wat je nu beschrijft is eigenlijk de vertaling van politieke compromissen, hoe wij die maken, hoe wij regeerakkoorden opvatten en bijbels. Het is nu een beetje een uitzondering op de algemene regel met deze federale coalitie, maar waar alles vastgebeiteld zit, waar als het erin staat, moet het uitgevoerd worden. En als het er niet in staat, dan krijg je het er eigenlijk niet meer in. Ik denk dat er veel meer te verbeteren is als je de mechaniek van ons politiek systeem van binnenuit wat aanpast. Dan, dat is ook een aandachtspunt, maar dan de betrokkenheid van burgers in de samenleving omgekeerd. Allee, dat kan verbeteren en dat moet ook gebeuren, maar ik geloof meer in echt inwerken op het politieke systeem zelf. Ja, ik moet zeggen, ik kom toch nog altijd terug om dat leiderschap, omdat de reden dat de zaken niet veranderen. Hè, dus ik begrijp dat professor De Vos zegt, we hebben het nog gehoord, we gaan het nu zien. Dus we moeten over een jaar een keer dezelfde uitzending doen en dan kijken waar de liberalen staan. Maar ik ga dat echt doen, want het is niet mijn vorm van leiderschap om altijd aan micromanagement overal te gaan doen. Maar ik merk wel dat veel collega's moeilijk kunnen loslaten. En eigenlijk moet je dat toch in je leiderschap pak kunnen. Je moet mensen ook verantwoordelijkheid geven binnen je partij, om binnen hun domein hun ding te kunnen laten doen. En uw rol is om te zorgen dat ze als ploeg nog samenspelen, maar je hoeft toch niet altijd alles zelf te beslissen. Maar ik merk wel dat we zo wel in zo'n autoritair systeem vaak zitten, waar men vindt dat het allemaal centraal moet beslist worden. Voor mij hoeft dat echt niet. Nee, maar ik moet zeggen, meneer Egbert, ik wens u binnen een jaar een uitermate mooi en nieuw leiderschap toe, en u en MR. Maar waar ik echt zit op te wachten, en ik denk vele mensen, is dat
deze ploeg er eindelijk werk van maakt om haar beloftes in het regeerakkoord rond politieke vernieuwing, en jullie hebben de domeinen expliciet benoemd in dat regeerakkoord, dat deze regering een ambitieuze hervormingsagenda voor politieke vernieuwing presenteert. En dat u en uw partijen die met de MR nieuw leiderschap fantastisch laat duizend bloemen bloeien, maar dat er nu een keer eindelijk op het terrein van het politiek systeem feitelijke dingen veranderen. Dat zou, daarmee zou u ons een bijzonder groot plezier geven. We geven elkaar afspraak over een aantal maanden en zien wat er gerealiseerd wordt. We zijn aan het einde van deze afspraak op vrijdag en daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. Ik dank zoals altijd en misschien vooral deze week mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij, Egbert Lachaert, Fout Kandoen en Karel de Vos. En u, dames en heren, blij dat u er opnieuw bij was. Geniet van het weekend en tot volgende week.